Hoi mensen, ik ben terug en ik heb voor jullie vandaag de What's My Back to School. En wat houdt er allemaal bij in mijn boektas? Natuurlijk, woe! Oké, een schaar. Oké, dit gaan we even wel doen. Ik ga het gewoon normaal in mijn boektas. Oké, mensen, dit is mijn boekentas. En we gaan naar kijken. Hier heb je een eerste zakje. Hier heb ik eigenlijk niks, want ja, die gebruik ik zelfs niet. We gaan naar het eerste vakje. Wat hebben we daar allemaal? Mijn, handzak natuurlijk. Zo, mijn schrijven. En zo. En van voren liggen mijn pommetjes. En hier heb ik mijn stiften. Mijn stiften. En ja, hierin heb ik nog allemaal van die zakjes. En ik heb mijn portemonnee. Een spelletje. Ik heb een spelletje in de tas. En ik heb wat blaadjes, posters. En ja, ik heb niet zoveel dingen. En dan gaan we naar het tweede vakje. Mijn rekenblok. Zo. Wat heb ik nog? Mijn andere map. Ik heb niet zin zit. Ik zelf niet gebruikt misschien. En mijn toetsenmap. En hier heb ik ook een toetsenmap. Maar dat is hier voor. Ik heb twee verschillende toetsenmappen. Voor, ik denk, losse blaadjes ook. En hier heb ik mijn. Een bundel. Een Halloween bundel. Maar ja, de Halloween is al voorbij, maar ik gebruik die gewoon ook niet. Mijn. Mijn leeskaartje. Wat heb ik hier nog in? Ja, natuurlijk een diploma van de Z-klas. En hier heb ik ook nog de werkwoorden. En ik heb dit hier verzint, anders staat er op. U is best zeker Justina. Dit is perfect. Oké, dan gaan we snel naar de volgende. En hier hebben we natuurlijk mijn agenda. En hier heb ik mijn dingen die we moeten leren op papier over energie. En hier hebben we wat. Spontjes. Dit is het kaartje van de school voor als je in de studie blijft, moet je het scannen. En dit is gewoon iets die heel zacht is. Ik werk niet zo. Een wereldbol van Open Deur dag van vorig jaar. Een geluksbrengpopje van vorig jaar. Een mini spelletje. Een Coca-Cola. Dit is vals. En hier hebben we de BO. Oké, zeg maar, wat is BO? BO zeg maar. Nou, hier. Oké, hoe moet je nu kunnen zien is zomaar. Hallo, Leo. Oké, doei. Alright. Jomai. Oké, mensen. Wat hebben we nodig? Natuurlijk een schaar. Maar voor wat? En onze boekentassen steken, hè? Oké, mensen. Dit was het. Sorry voor de schaar. Die schaar springt gewoon op mij. Oké, de tweede keer al. Oké, mensen, dit was. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. Als je het leuk vond, doe ook een blauw duimpje. En als je nog niet geabonneerd bent, mag je snel abonneren. Doei!